Oké, we gaan nu een ritje maken naar Barcelona. We proberen het zo goed mogelijk te doen. Onderweg zal ik nog wat meer informatie geven wat je allemaal nodig hebt om naar Spanje te rijden binnen de EU. En we hebben onze meter Tilburg, Barcelona, Tilburg op nul gezet. En we gaan eens kijken wat het gemiddeld verbruik zal zijn en wat we onderweg allemaal tegenkomen. En we hebben de straat al ingevoerd in Barcelona. Dus we klikken er even op. En dan zie je dat het best wel een eindje rijden is. We kunnen twee kanten op. We kunnen of, zoals je nu aangeeft, Route de Soleil. Sta links af naar Dordtstraat. Maar dat is niet wat we zoeken. Dus we gaan een tussenstop invoeren. En dat wordt dan Fastnet oplaadpunt in bij Maastricht. Daar zullen we de eerste keer op gaan laden. En dan gaan we de andere kant op. Richting Metz en Nancy. En bij het Fastnet oplaadstation zal ik wat meer informatie geven. Ja, hij is al lekker aan het verwarmen. We naderen nu Fastnet. Knuffelkes heet het, geloof ik. Dus we gaan even kijken. Je moest wel eerst ingeven dat je naar een Tesla Supercharger ging, want het automatische voorbereiding voor het batterij verwarmen, die startte niet vanzelf. Nou, hier hebben we dan Knuffelskes. Ja, een mooie naam, we zijn erbij. Het moet een kans zijn. Knuffelskes. Uw bestemming is aan de rechterkant. We hebben 135 kilometer afgelegd, 1 uur 26 minuten en we rijden nu gemiddeld 176 watt per kilometer, wat neerkomt op 17,6 kilowatt per 100 kilometer. Zoals je ziet hebben we verschillende oplaadmogelijkheden. We gaan nu Fastnet instellen. En wat belangrijk is, eventjes niet nu, we moeten even iets anders doen. We gaan de prijs eens bekijken. En zoals je ziet, 83 cent per kilowatt. En als je Gold member bent, 58 cent per kilowatt. Dat kost je wel 11,99 per maand. Is wel na 30 dagen gewoon makkelijk op te zeggen. Dus je betaalt één keer 11,99 euro. En dan scheelt je dat sowieso een kwartje per kilowatt. Even snel uitgerekend. Ja, dan ben je ongeveer bij 48 kilowatt laden. Voordelig eruit. En aangezien we naar Barcelona moeten er nog wel wat wat Fastnets tegenkomen, gaan we die mooi activeren. En die gaan we activeren voor de Tesla. En dan gaan we een Gold member maken. Ja. Oké, nu zijn we Gold member. En nu kunnen we gaan laden. En we hebben hier 1, 2, 3, 4 laadstations. En we hebben daar nog de 50 kilowatt twee staan. Dus we gaan mooi de CCS pakken en we gaan kijken of hij automatisch gaat starten. Kijken of het automatisch gaat doen. Ja, hij is aan het laden. Hij pakt een 187.
888 met een half volgewarmde accu. Nou, veel mensen zullen zeggen, waarom ga je nu een fastnet laden? Je rijdt in een Tesla. Je kan dat toch gewoon bij een Tesla supercharger laden. Klopt, kan. Alleen, we mogen best wel trots zijn op Fastnet. Fastnet is een Nederlands bedrijf. En dat heeft nu in rap tempo een heleboel laadstations uit de grond gestampt. En de dekking in Nederland is sowieso al super. Duitsland is ook al zeer goed. Ze hebben een aanbesteding gewonnen in Frankrijk, waar er weer een stuk of 20 bij komen. Dus het gaat ook de goede kant op. En ja, we kunnen beter meer als voldoende laadstations hebben. Want dan kun je ook lekker snel laden en overal weer doorgaan. In plaats van dat je alleen bij Tesla gaat laden. Wat natuurlijk wel een supernetwerk heeft Tesla. Tesla Supercharger zit door heel Europa. En heeft ook een goede dekking. Maar toch een keer een beetje support voor een Nederlands bedrijf is nooit weg. Dus daarom vast. Hè. En het ziet er mooi uit. En ze zijn innovatief. En snelle laders. De meeste zijn allemaal nu 300 kilowatt. Dus mensen, gewoon een keer naar Fastnet, kan ook. En voor de prijs hoef je niet te laten, want zoveel scheelt het niet met Tesla. Als je in Frankrijk bent, dan zijn er veel snelladers daar. En daar betaal je 18 euro per uur voor. Wat neerkomt op 30 cent per minuut. En de snelladers, die kunnen ongeveer, als je tussen 20 en 80 procent wil laden, bijna 3 kilowatt per minuut laden. Wat neerkomt dat dan de prijs per kilowatt in Frankrijk maar 10 cent is voor de snellader. En natuurlijk heeft iedereen een BMW-pas. Toevallig hebben wij die wel omdat mevrouw een BMW rijdt. En zo kun je toch een beetje uitkienen en uitrekenen hoe je het goedkoopste kunt laden in het buitenland. Dus het principe van 18 euro per uur is een super principe, want je laat de auto nooit langer staan als daadwerkelijk mogelijk is. Dus de plaats komt vrij voor iemand anders die moet laden. Zoals je ook bij een benzinepomp doet, als je gaat tanken, dan rij je ook weg als je klaar bent. Nou, we leven in één Europa en wat gaan we dan doen? Dan maken we het voor de automobilist zo makkelijk mogelijk. Dus van Nederland naar Barcelona, wat heb je nodig? 1. Je gaat Frankrijk binnen. Dus je moet daar tol betalen. Fransen hoeven in Nederland geen tol te betalen, maar wij moeten in Frankrijk netjes tol betalen. En dat kan je op twee manieren doen. Je kan iedere keer een kaartje kopen en een kaartje weer afrekenen bij de volgende tolhuisje. Of je kan kiezen voor een tolbadge. Deze is gekocht bij de ANWB en daar ben je ongeveer 22 euro voor kwijt. Dan kun je netjes aan de raam bevestigen met deze sticker. Maar ja, je kan hem ook via een elastiek achter je zonneklep doen. Dan heb je weer een plakding minder op je raam. Want zo vaak heb je hem toch niet nodig. En deze dingen zijn erg diefstalgevoelig. Dus als alleen het houdertje al zien op de raam, dan heb je goed kans als je gewoon inbreken om een tolbadge te pakken. En voor het iets. Frankrijk heeft net zoals Duitsland, Oostenrijk, ook een milieusticker nodig. Die kun je aanvragen via de Franse regering. Daar ben je voor kwijt €4,51. En dan kun je ook in veel steden gewoon doorrijden. Ondanks dat je gewoon een elektrische auto hebt. Nou, toch moet je dan weer een aparte sticker kopen. Om te zorgen dat iedereen kan zien dat je dus zo laag mogelijk in de emissie zit. Dan heb je een volgend probleem. Je gaat naar Barcelona toe. En Barcelona heeft ook een low-emissiezone. Alleen buitenlandse auto's kunnen daar geen milieusticker krijgen. Dus rij je door de camera's in Barcelona, dan kost je dat een bekeuring van €150. Wat kan je daaraan doen? Via de website in Spanje je kenteken aanmelden. Daar moet je natuurlijk weer voor betalen. Ik geloof €9. En dan wordt je kenteken geregistreerd en kun je dus wel in de low-emissiezone in Barcelona rijden. Maar zo heb je ook low-emissiezones in Antwerpen en in Gent en in Brugge. Gelukkig kun je deze gewoon kosteloos aanmelden.
Maar doe het wel voordat je zo naar binnen rijdt. Want ondanks dat je met een elektrische auto rijdt, heb je toch een dikke prentenbak. En dan gaan we nu weer instellen. Dus we hadden even de supercharger geactiveerd voor Maastricht, maar daar moeten we helemaal niet naartoe. En de volgende stop, ja, mid zegt hij, maar we proberen dat te rekken naar de volgende. Want volgens mij is mids maar een 150 kilowatt lader. Maar we kijken wel als we zover zijn hoe we daar komen. Of het mids wordt, of dat het de volgende wordt die er die erna komt. En volgens mij is dat een 250 kilowatt lader. Er staan er daar 28 van. Dus op naar de volgende supercharger van Tesla deze keer. Nou, we komen nu aan bij stop nummer 2. En dat is Mits Zuid. Even kijken, acties hier aan de rechterkant zie ik ze allemaal staan. Houd rechts aan om op geen minder La Pigrière te blijven. Ja, dat zullen we maar doen inderdaad. Tesla entree. Lekker donker hier, maar het is rustig. Er staat zo te zien niemand. Hier kijken, dit zijn de V3's. En daarachter hebben we denk ik nog de V2 staan. En ik laat even het verbruik zien sinds het laatste opladen, 186. Wat verbruikt per kilometer, afstand van 2,55 hebben we 48 kilowatt verbruikt. En we blijven zo'n beetje op een 183 watt per kilometer zitten. Dus we gaan hem nu volladen, want we moeten nog een stukje naar het volgende fastnetstation. We zullen het misschien net niet halen, want we zullen ergens moeten stoppen denk ik. Maar we gooien hem gewoon vol en kijken hoe ver we komen. Nou, we staan hier in Mets Zuid. Volop activiteiten hier. Daar staat een soort trein, een metro, rode lampjes van de Tesla. Ziet er leuk uit. Ik denk een stuk of 27, 28 stalls. Maar er staat niemand. Aan de andere kant hebben we dan de bioscoop. Dus we gaan hem eventjes hier een minuutje of 20 opladen. Want dan kunnen we weer naar de volgende stop toe. En de volgende stop zal weer een Fastnet station zijn. Fastnet heeft niet veel stations nog in Frankrijk. Er zijn er geloof ik weer 19 die eraan komen. Daar hebben ze de aanbesteding voor gewonnen. Dus en dat zal vooral in het noorden van Frankrijk zijn. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. En dan gaan we naar de volgende Fastnet toe. Dan gaan we daar eens eventjes voor gooien. En zoals je ziet, naar de volgende Fastnet moet je nog 13 minuten laden. En dan zou het volgende station moeten kunnen halen. Dus we zullen hem iets langer laden. Ik heb het iets langer laden dan je te kort laat. Eens kijken of we met de juiste batterijcapaciteit aan kunnen komen bij het volgende station. Nu moet ik wel zeggen, het regent. Dus het verbruik is wat hoger. En de airco die gaat ook aan, want anders slaan de ramen aan de binnenkant aan. Dus het verbruikt ook iets meer stroom. Maar in principe zou het moeten lukken. En we zijn hier bij Val de Meuse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 laadplaatsen en nog één in de hoek daar. Voor de aanhangers. Er zit een soort motelletje achter. En het is rustig.
En we zijn nu bij Fastnet Charging Station. Geeft die aan. En we gaan eens even kijken waar we hier zitten. We hoeven niet naar de benzinepomp toe. Dit zo'n beetje, zit zo'n beetje tussen de weg van Lyon en Dijon. Dus eigenlijk van Dijon naar Lyon. We gaan hier dus netjes de auto opladen. Over 200 meter, uw bestemming zal aan de rechterkant zijn. Ja, we zijn er wel. En we hebben de auto charge gewoon geactiveerd. Dus eigenlijk is het gewoon nu de stekker pakken. En als het goed is, gewoon erin duwen. Als het goed is, dan zou het vanzelf moeten starten. Ja, hij werkt. Eens kijken. Loopt langzaam op, 182. Ze zeggen dat er maximaal snelheid 190 is. We zijn nu bij Fastnet. Ja, net voorbij Dijon. En we gaan nu richting Barcelona. En dan komen we nog een Fastnet tegen bij Lyon. Dus je hebt Dijon en Lyon. En dat is de verste Fastnet locatie die er op dit moment is. Dus we gaan er lekker eventjes, eventjes kijken. Het voordeel wel van Fastnet hier is dat je gewoon ja, niet de snelweg af hoeft. Dus je hoeft niet langs de tolhuisjes om een kaartje te pakken. Dan hebben wij het geluk dat wij een tolbadge hebben. Maar we gingen net even bij de Tesla Supercharger laden. Ja, dan moet je de snelweg af. Een kilometer of twee. Dus eerst weer langs het tolhuisje. Slagboompje open. Slagboompje dicht. Eventjes laden bij de supercharger. En dan weer terug. Slagboompje open. En slagboompje dicht. En weer de snelweg op. Richting Barcelona. En wij zitten nu waar het blauwe puntje zit. Dijon. En dan zie je er onderin. Net ja, onder Lyon. Daar zie je er eentje zitten. En dat is kennelijk een 150 kilowatt lader. De andere kant, deze hier, zijn 8 laders van 300 kilowatt. Ja, de auto is wat aan het lekken. Nou ja, lekken. Het is gewoon water van de airco. Want het is redelijk vochtig. Er heeft veel geregend onderweg. En dan is verbruik altijd automatisch iets hoger als dat het als dat niet regent. Ja, ik denk dat we gemiddeld ongeveer een 186 watt rijden per kilometer. Dus zit je op een 18,6 op dit moment gemiddeld op de 100 kilometer. Zeker niet slecht. Ja, we zijn nu bij het meest zuidelijke Fastnet-station. Het Fastnet-station ligt hier in de buurt van Lyon. Ongeveer een 820 kilometer van de Nederlandse grens. En we hebben hier in totaal 8 laders staan. Geen 300, maar 150 kilowatt laders. Maar ze zien eruit als een 300 kilowatt lader. Dus genoeg laadplekken hier om te laden. En het zijn inderdaad 150 kilowatt laders. Ja, ze zien eruit als een 300.
Dat zijn allemaal 150. Oh, en dan hebben we hier een code natuurlijk nodig, anders kunnen we niet binnenkomen. En die moet ik even kijken op het kastje. Oh, hij gaat vanzelf open. Zie je dat? En aan die kant staan de superchargers. En het heet hier Dardilly France. Het zal wel, denk ik. Ik heb ze al zien staan om het hoekje. Kijken wat het zijn hier. Dit zijn V3's, dan pakken we deze maar. Staan er genoeg. Dus we kunnen weer uitkiezen. En even kijken wat hij nu gemiddeld gedaan heeft. Even kijken, de ritten. Sinds het opladen heeft hij 200 wattuur gedraaid. 35 kilowatt verbruikt. 167 kilometer. Het gemiddelde zit op 191 watt per kilometer. We hebben 106 kilometer geladen en 839 kilometer gereden. Nou, we zijn nu in Lyon. En we hebben hier aan deze kant 10 V3 opladers staan. In de buurt van een hotel. En de poort gaat automatisch open, dus je hoeft niet eens de code in te toetsen. Ik denk, ik zal de code op moeten zoeken in het supercharger netwerk. Maar nee, was niet nodig. De poort gaat vanzelf open. En ook weer dicht. We zitten hier bij B&B Hotels. En hier staan 16 opladers. 16 V3's. En ik zie hier volgens mij ook nog 2 destination chargers staan. Maar ik ben benieuwd wie daar aan hangt. Ik niet dit, hè. Dit kan ik gewoon echt niet. 2 auto's laden bij een Tesla Destination Charger. Met een bord erbij, pas op, je wordt weggesleept. En wat hangt eraan? Een Hyundai Kona en een Audi. Tja. Maar gelukkig hebben wij hier de snelopladers, de V3's. Dus dan ben je toch nog veel sneller weg als die mensen met een Destination Charger. We zijn aangekomen in Montpellier. Nou, parkeerkaartje pakken. En dan gaan we op zoek naar de superchargers hier. 2 uur gratis parkeren, zeiden ze. Dus we gaan maar kijken wat die, waar het is. Nou, we hebben er hier genoeg staan. Allemaal V3's. Dus komt goed. Dus we hebben sinds het opladen 307 kilometer gereden, 50 kilowatt verbruikt. 164 watt per kilometer verbruikt. En we hebben onderweg even een dutje gedaan. Dus we hebben de tijd genomen om lekker hier aan te komen. Het is nu zonnig. En er staan er genoeg te wachten hier. Dus we gaan hem opladen.
Ja, hij zegt een 30 minuten opladen. En dan nog een keer in Caldes stoppen. En dan zijn we de eindbestemming in Barcelona. Nou, we zijn in Montpellier. Hierna nog een stop. En dan een kleintje, denk ik, net voor Barcelona. En dan kunnen we de eindbestemming halen. Hier zitten we net van de snelweg af. Een kilometer of 4 op het parkeerterrein. Kaartje pakken. Eerste 2 uur gratis parkeren. En hier staan de V3's van Tesla. En er staan er genoeg, zoals je ziet. We hebben zelfs een Nederlander bij ons. Dus we zijn onderweg even gestopt. Ik heb een dutje gedaan. Want ik moet alleen rijden, de vrouw durft niet op de snelweg te rijden. Dus van Nederland naar Barcelona. Op tijd, eventjes rusten. We zijn hier op de golfclub van de PGA in Barcelona. En we kwamen net een 2% tekort om Barcelona te halen. Dus we moeten hier even opladen. De Audi Quattro Club is er binnenkort. Ja, we zitten met een Tesla, dus dat gaat hem niet worden. Parking lot, daar moet het ergens zijn. Ik denk dat het die kant is. Dus even zoeken, maar het is niet erg om dit zo hier te zien. Ja, er worden een paar huizen gebouwd van 10 miljoen. Midden op de golfbaan. En daar staat gewoon een huis met een fantastisch zwembad. Als je zo je oude dak moet slijten. Nou. Het is wat lastig vinden hier. Maar ik denk dat ik ze gespot heb. Kijk, er staat een heel mooi rijtje hier. Van V2's. V2's. V2's, V2's. En dan staan hier de V3's. Dus die gaan we eventjes opladen. Splash en dash.